het groot geworden in Oost-Londen. Van Hollandse ouders. Ik heb nog niet geweten van mijn ma dat ze eindelijk Indonesiër is. Geweet ze het lang zwart haren en ze heeft ook krom voeten. Want ze heeft als kind met kaalvoet lopen in die modder. Pas je op die beet? Is jij omtrent zeker 6 voet 9? 6 voet 6. 6 voet 6? Ja, ik leef zo schijns. Ik het groot geworden in de traditie van Piet Hein. Dat op 12-jarige ouderdom weggelopen het van zijn armoedige ouders in Den Haag. En op 30-jarige ouderdom nadat hij de Spaanse armada 2 keer veroverd heeft in Vega. Kom hij terug en hij bedekt zijn armoedige ouders in goud en juwelen. Dat is voor mij een lekker story. Ik ga niet beter, ik ga op 6-jarige ouderdom zie toe. Ik kan niet van Oost-Londen, want mijn pa is te goed bekend in Oost-Londen. Ik kijk naar de volgende poort, is Port St. John's. Dus ik rijloop op Zoente, 46, dat is een 6-jarige grootzoon. Binnen een dag is ik in Port St. John's, blij daar voor 8 dagen. En toen rijloop ik terug, zo het ons groot geworden. 80 jaar geleden, 2 Himalayan-taars uit die zoo uit ontsnap. En toen ik nu hier kom in 66, toen was al 50.000. En toen het ik met de kruisboog hulle begin skiet. Dat is een vreselijke lekker vlees. Is toch goed wat jy jammer is, jy nie by uitgekom het nie, wat jy nog steeds wil doen? Ja, nog een 77 jaar leven. En dan, als het nog wettig is, 4 mooie meisiekinders trouw en een nieuwe stam. Een nieuwe stam? Ja. Dit is ambitieus. Ons moet ophou met die Amakosa, Amazulu, kom ons begin een nieuwe stam. Die Amazing. Ja, the amazing. En om lid te word, moet je iets amazing doen, nou. En om jezelf te disqualificeren, moet je voor 3 dagen niks amazing doen.